13 mei GVVV uit. De laatste overwinning voor Jong Sparta. En tegen Kozakken Boys beginnen de Rotterdammers weer slecht na een kwartier spelen. Leon Bot met de 0-1 voor de ploeg uit Werkendam die voor dit duel 5 wedstrijden op rij al ongeslagen was. Bart Vriends mocht dus meedoen met de belofte. En die is schuldig aan dit doelpunt. En Kozakken Boys gaat door. Voor het doel is Riley Ignacio en die heeft hij bijna de 2-0 te pakken. Sunmes opnieuw Ignacio en de redding van doelman Kranings in 2 keer. Goed gedaan van de Jong Sparta doelman. En geen 4e seizoenstreffer voor Riley Ignacio. Maar Kozakken Boys blijft herenmeester. Memoud Sunmes met de voorzet en daar is Sani Montero, de linker verdediger zowaar. Die bal met wat hulp tegen het hoofd krijgt. En hij is blij met zijn doelpunt. De bal wordt hier doorgekopt en Montero is dan heel attent. En Kranings is echt kansloos. Harui met de vrije schop. En daar is Bart Vriends, de oudspeler van FC Utrecht en Go Ahead. Die ook wel zijn minuten maakte in Sparta 1. Met de aansluitingstreffer in de 35e minuut. Hij moest de leiding geven aan de defensie van Jong Sparta die zelden of nooit de nul houdt. Dit is de 43e wedstrijd van Jong Sparta in de tweede divisie. 3 keer hielden ze de nul. En dit is Comedy Capers van Richard Arends. En dat levert de gelijkmaker op. Dalibor Volas. Na 70 minuten spelen. En Arends, die kan de plaggen wel uit het kunstgras trekken. Dit is voor de bloeperband. 2-2. En dan heeft Jong Sparta het momentum. Van 0-2 tot 2-2. En dan willen die Rotterdammers ook alweer eens een wedstrijd winnen. En dat zou zomaar kunnen gaan gebeuren. Klap met de voorzet. De kopbal, de goede kopbal, is van aanvoerder Haroui. Maar de redding van doelman Arends die zijn fout bij die 2-2 goed maakt. Extra tijd. De hoekschop voor Kozakken Boys. En daar is hij. Riley Ignacio. Het zal ook eens niet. Geef hem geen ruimte. Het is pas zijn 4e van het seizoen. Hij was er even niet bij vanwege een blessure. Maar het is een aasgier. Hij staat stil. Je ziet hem niet bewegen, maar hij maakt wel de winnende. Kozakken Boys van Danny Buijs wint in Rotterdam.